man, leuk dat je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 51. En dat is van maandag 16 december tot en met zondag 22 december. En dat is de kaart geschud om te kijken wat deze week voor de waterman gaat brengen. Dan lijkt bij Waterman alsof deze week een wat week is waarin je wat moeilijk je dingen naar buiten kunt brengen. En het lijkt alsof er volop storm is in je hoofd, alsof er allerlei zaken gebeuren. Je voelt allerlei gevoelens en je weet maar niet hoe je het naar buiten moet gaan brengen. Ik zou hierbij zeggen, probeer voor jezelf helder te krijgen hoe je het moet gaan doen. Het brengt even wat ruis. Dus ik denk dat het niet zo is van, oh, ik denk er even over na en ik ben er klaar mee. Maar probeer het voor jezelf misschien wel op te schrijven. Of probeer met iemand die je heel erg dierbaar is, bepaalde vormen van gevoelens, dat je die probeert te uiten. Want het brengt wat onrust met zich mee. En ik heb het idee dat mensen om je heen het ook zullen gaan merken. Dat er even iets speelt bij jou. Maar het is eigenlijk gewoon zaak voor jezelf om het heel helder te krijgen. En ik heb het idee dat je daar best wel een beetje kritisch naar mag kijken. Het zijn nu eenmaal bepaalde emoties, bepaalde gevoelens die heel erg belangrijk voor je zijn. Anders zou het niet zo op je gevoel inspelen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.